Ga ik even proeven. Ja, ja, mannen, als ik doodga, mijn moeder. Cameraman, van mijn moeder. Hi, welkom mensen, Amsterdam. We zijn hier. Ja toch, vandaag we gaan naar het slechtste restaurant in Amsterdam. Stay tuned als je het een leuke video vindt. Subscribe, like en samen groeien. Ja toch, we zijn net lopen. We gaan nu richting het slechtste restaurant. Ik ben echt benieuwd. Ik heb nog nooit Mexicaans gegeten. Ja man. Hey, vertel me in de video's wat jullie nog willen zien in mijn YouTube kanaal. Ik hoor veel interviews, veel reviews van alles. Ja man, is gewoon Amsterdam, je boy. Je ziet het man. Ik ben met cameraman. Volgens mij zijn we die restaurant al voorbij, dus we gaan even terug. Hey, we zijn aangekomen. Het restaurant is daar. Ik ben super benieuwd. Even kijken wat wat is, man. Ik zeg eerlijk, eerste indruk. Ik weet niet. Ik weet niet of het echt hard is, man. Maar oké, we gaan zien. We zijn aangekomen in het restaurant. We hebben net dus een besteld. Maar ik ga je nu al zeggen. Bro, we hebben Fanta besteld. Ze geven ons gewoon siroop. Ze hebben ons gewoon onmiddellijk geflasht. Luister naar mensen. We zijn gewoon hier zo. Ik kan niet wat praten, je zag het. Die mannetje kwam net. Oula, ik heb water besteld. Die man zegt, je zit echt wel serieus met zo'n wat water. Oei, jongens, wie? Oké, mijn eerste indruk over dit plek gewoon. Is het gewoon ventilator daar als broer? Is warm, joh, ventilator. Kijk die bestek zo, gewoon zo. Wie gaat nou echt eten? Dat is echt ding zo. Bro, ik ga je roosten, ik zeg jullie al. Maar oké, we zijn gewoon hier. We wachten gewoon. Eten. Kom andere mensen binnen. Deze mensen, ik zeg straight, we zijn gewoon op hun doekoe gewoon. Ze zijn gewoon aan het kijken, man. Ik zeg je eerlijk. Sowieso, ik weet niet. Het is een Mexicaans restaurant. Ze zegt wel, muziek sfeer is oké, weet je toch? Maar ik zeg je eerlijk, ik voel nu al het eerste ding. Ik zal niet met een dame hier of met iemand gaan chappen, hier, man. Maar eten. Ik zal echt niet met een dame hier gaan chappen, hoor. Bro, jullie beseffen niet, we bestellen iets. Dit is al in de eerste ding gewoon, hè. Cameraman, kijk drinken van cameraman. Hij heeft toch niet spant daar, broer. Kom zo bij je terug als het eten er is. Stay tuned. Ik was nog wat vergeten om tegen te zeggen. Jullie moeten weten, deze restaurant heeft op TripAdvisor de slechtste rating gewoon. Er zijn meer slechte ratings dan goede. Dus ik verwacht dat die eten zo kapot slecht is gewoon. Jullie beseffen niet, ik moet mijn doekoe investeren in een restaurant. Dat is ziek. Wauw. Oké. Okay. Die man heeft net die eten gebracht. Je kunt het zien. De nachos. Kapot blijft. 5,50 euro van dit bekerij. Oké. Ik ga het even proeven. Ja, ja, mannen, als ik doodga. Mijn moeder. Cameraman. Van mijn moeder. Ik ben zo blij dat dit is die chips gewoon van een ding van Albert Heijn. Ik dacht het gemaakt, dit had. Ja, dat meen van lekker. Proef jij? Gewoon eerlijk, proef jij? Oké, mensen, camera mag gaan proeven. Ik vind het niet lekker. Vind je lekker? Jij eet alles, jij. Je eet alles. Vind je lekker? Vind je het lekker? Hij is kapot, dit broer. Kapot! Hey, luister mensen, ik moet ook een beetje rustig praten, ik kan niet te hot doen. Hey, we gaan die peper proberen, ik ga niet veel proberen. Ik wil mee weten hoe lang die peper daar staat in die kast. Ik ga niet zoveel bij gek. Het is warm, hè? Ben je open op zijn? Oké, ik ga even snel doen, want elke keer wanneer film, op een of andere manier de beelden gaan weg. Die rijst, ik ga snel vinden, die rijst. Het is plakkerig. Het is gewoon net zoals we met lijm hebben gedaan. Hier, kijk eens hier. Ik ga voor je nokken. Ik kan die rijst gewoon niet eten, man. Het is te vies. Die bonen. Die bonen zijn goed. Ja.
Die chipo. Basso. Oké. Hij heeft een hete saus gekregen van de eigenaar. Hij denkt, het is goed. Chapping was sowieso niet goed, hoor. Oké, ik ga die chips voor je, die guacamole. Dat is zo vies, die chips ook, hè. Die is sowieso nul. Oh, ik wil tuffen, maar ik kan niet tuffen, want die man is achter. Oké, jongens. Jongens en meisjes. Ik vind deze chips zo down to vies, maar ik ga het voor jullie proberen. Oké, weet je. Je bent toch echte mannen. Pak er veel. Oké, weet je. Je bent toch echte mannen. Pak er veel. Je bent toch echte mannen. Pak er veel. Hij valt mee, man. Ik vind hem geen goeie. De cameraman heeft die chips helemaal kapot. Het is onmin. De salade ga ik voor jullie eten. Die salade is al zo'n 3 dagen oud. Eerlijk, die salade is al zo'n 3 dagen oud. Dat is niet ver. Al die eten is gewoon niet vers. Kijk hier. Een goede hap van die... wat is het? Creme. Kaas, cream cheese of zo. Niet goeie. Echt niet goeie. Oh, wat? Alsjeblieft, stop niet alleen. Oké. Over het algemeen. Kijk, dat hebben wel mijn kans weer. Hè? Dat hebben ze wel goed gescoord. Daar geven ze wel 4 sterren voor. Geen 5. Weet toch, ze zijn niet perfect. Maar service. 3 sterren. Ze zijn gevraagd te vragen. Maar ze kwamen gewoon gelijk naar ons toe. Van, weet je toch? We zien ons gewoon sprooien. Hier komen. Doe kom maken. Ja, en dan als ik echt over die eten moet praten. Okay, nee, man. Deze bord die ik had, was gewoon vies, man. Echt. Vlak hier. Vlak hier. Dat is geen goede, man. Nee, dit en zo, man. Kom op, man. Wat de Fanta, zoals ik had gezegd, wat de Fanta besteld. We krijgen gewoon siroop met oranje. Met citroen. Wat is dat? Kan ik thuis ook maken. Guacamole is als kapot vies. Gewoon oud. Ja, die rap. Die rap was. Oké, die rap was goed, maar die kaas was oud of zo. Met alles wat ik zeg is iets. Het enige wat er goed was, was die bruine bonen. En die tomaat. Die chef was ook niet geen goede man. Die chef was zo vies. Dat was echt kaka. Salade ook. En deze gek blijft eten. Hij blijft maar door eten. Ik ben zo door met jullie van over wat de cijfer is. En met Soso decides of dit een aanrader is of niet. Stay tuned. Hi, mensen. We zijn uitgegeten. Ik zeg eerlijk, volg. In mijn leven heb ik nog nooit zo slecht gegeten. Het was zo vies. Oké, ik ga jullie vertellen waarom. Die guacamole saus, die was zo ranzig. Het leek net alsof ze die 3 dagen, weet je, maanden al in die ding hadden. Het beste van die restaurant was die drinken gewoon. Ik zeg je eerlijk. We hadden Fanta besteld, zoals ik al eerder had gezegd. Maar wat geven ze ons? Ze geven ons gewoon limonade met gemengd gewoon. Met citroen en gewoon limonade van Albertijn. Dus een schetsje daar. Als je daar gaat eten... Het is niet normaal. Die tortilla chips. Cameraman vond het lekker. Het schrijft zo. En zo. Zo die dingen. Ja. Ik vond het echt vies. Gewoon. Ik vond het echt niet te doen. Die bruine bonen. Die vond ik te doen. De tortilla zelf. Het leek of die kaas misschien 4-5 maanden in de koel en daar nog in was. Maar die was ook wat te doen. Ja. Die crème. Die witte kaas ding of zo. Weet ik veel wat dat is. Die crème fraise ding. Die was echt niet goeie. Die was gewoon niet goeie. Gewoon slecht. Gewoon boebisht. Gewoon zelfs. Salade. De ergste. Toen ik naar die salade keek, ik zag gewoon bruine stukjes in die salade gewoon. Maar wat is dat? Dat kan toch niet? Net of die salade al 3 maanden daar is. Oh ja, oké. Okay. En dan service was goed, man. Die man was aardig, maar ik had gewoon gevoel. Hun zien mensen, dachten gelijk doekoe. Ze begonnen ook eerst Engels te praten. Ze dachten, toeristen, klaar, we gaan ze opeten. En ja, gewoon. Die man was aardig en zo, maar hij was op die verkoop. Verkoop. De hele tijd verkopen. Hij stond elke keer in het hoekje, nou was aan het kijken. Ojo! Elke keer nou was aan het kijken. Ik dacht van, wat is dat? Dat is geen goeie. Maar ja, allemaal met al. Service. Oh, mondkapje. Moet dat? Niet doen, niet doen. Oh, je wordt er zo. Daarvoor is wel kops. Eh? Waar is mijn mondkapje? Kleine onderbreking. Mondkapjes. Mensen, er is corona buiten. Je moet een mondkapje. Weet je toch? Kinderen, doe je mondkapje aan. Is belangrijk. Anders corona gaat je meenemen. Oké, luister dan. We kunnen doorgaan met filmen. Oké, al met al. Service, geef ik 3 sterren. Oh ja, trouwens. De borden waren gewoon vies, hè. De bord waar de ding op stond, dat is gewoon vies. Het is gewoon een beetje zwarte dingen erop, man. Wat is dat? Maar al met al, eten. Al met al. 2. Gewoon een 2.
Ja, een cijfer 2 en gewoon 1 ster. 1,5 ster geven ze. Voor service en ja, lekkere drinken. Zoals het decide. Kijk hier, film voor ze, film voor ze. 28,80, luister dan. 2 tortillas, kapot vies. Niet, gewoon dit, prijskwaliteit klopt niet. 28,80 euro. Ja? Drinken, Fanta, die niet klopt. En nog die vieze nacho shit. Voor 28 euro? Ik zweer het. Die eten is niet eens 7 of 5 gemaakt. Ik zeg je eerlijk. Maar ja, zou ik dit aanraden zoals het decide? Nee, dit is gewoon een no-go. Gewoon nee. Gewoon op rotio. Dit was het, on to the next. En ja, als je dit een leuke video vond, like, subscribe. On to the next. We out.